Jan Geudes van Ridley Bikes. Jan, dit is hier een Damocles, Ridley Damocles, gelimiteerde versie. Vertel eens wat meer over. Het heeft te maken met Pozzato. Inderdaad, dit is de Damocles Pozzato. Dus Pozzato die is Italiaans kampioen geworden. En daarvoor hebben wij een speciale fiets gelakt voor Pozzato in het Italiaans design. Deze fiets is gelimiteerd, dus in een gelimiteerde oplage van 200 exemplaren. En elk exemplaar heeft uiteraard zijn uniek nummer. Ik denk dat Pozzato er wel mee opgezet was, want het is nogal een dandy, hè? Dus die heeft wel graag van die speciaalkes eigenlijk. Inderdaad, Pippo was er heel erg mee opgezet. Dus je kunt ook zien op de fiets, is werkelijk alle details komen overeen voor Pippo. Zelfs de bidonhouder heeft de Italiaanse driekleur. En Pippo was er heel erg mee opgezet. 200 stuks, dus gelimiteerde versie. Dus de mensen moeten er snel bij zijn. Hoeveel kost deze... Afgemonteerd met Campagnolo Chorus onder meer. Hoeveel kost deze Damocles? Deze komt op 3.499 en inderdaad, de mensen moeten er heel snel bij zijn. Want er zijn er al een heel deel van verkocht en op is op. Ridley heeft ook nog een feature op de website, customizen. Dus de mensen kunnen zelf een fiets configureren, samenstellen, de kleurtjes kiezen. Hoe werkt dat precies? Inderdaad, dus als je naar onze website surft, kan je bij de carbonmodellen, vind je het Customizer logo terug. U klikt daarop, de fiets komt in beeld en dan kan u naar gelang het design van de fiets alle kleurstellingen uitproberen die u graag wilt hebben. Hebt u de juiste kleurstelling gevonden, kan u dat afprinten en kan u zo naar uw dealer gaan om de fiets te bestellen. En dan komt de bestelling bij ons terecht en dan wordt de fiets gelakt naar het design van de klant. Ieder zijn unieke fiets dus bij Ridley? Inderdaad, dus we geven de mogelijkheid aan de klanten om eigenlijk voor elke klant een unieke fiets te maken. Oké, leuk. Alsjeblieft.